ben Chris de Baar. Ik heb een privépraktijk in Dendermonde als psychotherapeut. Daarnaast heb ik mijn hoofdjob is in onderwijs. Ik werk in het beroepssecundair onderwijs en het deeltijdsonderwijs in Dendermonde. Ik ontvang de patiënten, de cliënten, niet bij mij thuis, maar in een vroegere dokterspraktijk. Nu, eenzaam in die individuele praktijk voel ik me niet, want ik ben wel omkaderd. Ik kom heel regelmatig samen met collega's voor intervisies. Ik heb ook verschillende supervisies, en dat vind ik echt noodzakelijk. Ik denk, als je dat er niet hebt, dan blijf je zitten met een aantal dingen. Je komt altijd wel ergens vast te zitten, je zit altijd wel ergens mee vragen. Ik vind het wel noodzakelijk om dit te blijven doen. Maar het blijft enorm belangrijk om niet enkel individueel te werken, maar echt een netwerk uit te bouwen. Collega's waar je kunt naar doorverwijzen en omgekeerd. Supervisie waar je bij alle vragen terecht kunt. Zelf in het proces kunt gaan van waar schiet ik hier tekort, waar heb ik nog nood aan welke bijscholing enzovoort. Vanuit de studie klinische psychologie was het heel waardevol, heb ik toch heel wat mee en heel wat kennis meegekregen naar inzichten toe, algemeen het functioneren van ons gedrag, van ons zijn. Ook naar het klinische toe, bewuste, onbewuste processen die onderliggend zijn aan bepaalde klachten, depressie, burn-outs, persoonlijkheidsstoornissen en dergelijke. Om daar zicht, om daar inzicht in te krijgen, daar heb ik op dat vlak wel, denk ik, heel veel meegekregen. Het analyseren van problematieken. Wat ook heel belangrijk is naar diagnostiek toe. Ook als je een differentiaal diagnose wilt maken van bij wat moet ik allemaal rekening houden, op wat moet ik allemaal letten. Het zijn theorieën en inzichten die je wel meekrijgt op de universiteit. Maar om concreet aan de slag te gaan en therapeutisch te gaan werken naar behandelingen toe, vond ik wel dat de universiteit heel miniem was. Nu, men heeft dat toen ook gezegd. Het laatste jaar weet ik nog dat een professor zei van als je wilt therapeutisch werk doen, moet je niet denken dat je er bent. Nu begint het pas. En ik dacht, ja, ik heb er al veel aan teruggedacht. En inderdaad, het begint pas na de studie klinische psychologie om echt in de praktijk, in het werkveld te staan. Maar ook die therapeutische relatie, dat is ook evidence-based aangetoond, dat die therapeutische relatie van belang is. Dus je moet zelf ook wel echt goed zitten in je vel om daarmee aan de slag, goesting te hebben om daar iets mee te willen gaan doen. En dat is uw eigen groeiproces dat ook belangrijk is, wat ook aan bod komt in therapieopleidingen achteraf. Wie ben ik zelf? Hoe sta ik zelf in mijn schoenen? Hoe is mijn relatie? Wat maakt dat ik dit wil doen? Wat is mijn eigen proces al tot hiertoe geweest? Waar heb ik nog nood aan zelf verder in het proces te gaan? En zoals ook een professor zei, achteraf moet je zelf uw materiaal, uw ijzer smeden om therapeutisch aan de slag te gaan. En dat is een zoektocht, maar een heel goede zoektocht. Ik ben Christophe Hodelbeke, ik ben klinisch psycholoog van vooropleiding en daarvoor heb ik nog toegepaste psychologie gedaan aan de hogeschool en dan via schakelproject hier naar Gent gekomen. Als klinisch psycholoog ben ik op dit moment een doctoraatstudie aan het volbrengen. Ik zit nu in mijn derde jaar en daarbij gebruik ik eigenlijk een aantal van de zaken die we klinisch gezien hebben en integreer ik die met een aantal van de wetenschappelijke methodieken en de statistische vakken die we daarvoor gehad hebben. Ik vind dat eigenlijk een ideale toestand. Ik vind een ideale combinatie van enerzijds wat klinisch werk, academisch werk, waarin je toch een stuk je klinisch werk probeert naar een volgend niveau te brengen. Ik vind dat die combinatie vooral interessant is, omdat je academische vragen voor mij dan ook een stuk gebaseerd zijn op het aanvoelen met de patiënten. Daarnaast ben ik momenteel ook bezig met de opleiding gedragstherapie. Dat is een permanente vorming. En in dat kader zie ik een half dag in de week nog patiënten in het UZ Gent, waar ik dan een stuk me verder specialiseer in het behandelen van angst- en stemmingsstoornis. Dus op dat vlak is klinisch psychologie eigenlijk ook een mooie vooropleiding om gericht klinisch onderzoek te doen hier aan de UGent en daarnaast eventueel ook nog verder te specialiseren in een bepaalde behandelstroming, zoals in mijn geval de gedragstherapie. Ik ben Lemke Leijman. Ik werk in het UZ Gent op de afdeling angst- en stemmingstoornissen. Het is een onderdeel van de universitaire dienst psychiatrie.
En ik werk hier als klinisch psycholoog gedragstherapeut. Als psycholoog hier ben ik verantwoordelijk voor de individuele opvolging van de patiënten, psychotherapeutisch. Waarbij ik eigenlijk een groot deel van de opgenomen patiënten hier zie. En eigenlijk individueel met hen ga kijken waarom ze opgenomen zijn. Hoe het komt dat ze op het moment van opname niet meer kunnen functioneren zoals ze zouden willen. En ik ben een gedragstherapeut en een klinisch psycholoog. En de bedoeling is dus eigenlijk dat we ze gaan trachten weer op de rails te zetten. Dat is eigenlijk een beetje het hoofddoel van ons werk. Maar eigenlijk is onze rol als klinisch psycholoog een soort van begeleidende, ondersteunende rol. Een rol die ze misschien niet meer, of een persoon die ze niet meer kunnen vinden in hun dagdagelijkse omgeving, omdat die mensen te dicht bij hun staan. En doordat wij meer fungeren als een neutraal persoon, kunnen zij ook met ons eigenlijk het vaak hebben over dingen waar ze het moeilijk mee hebben. Natuurlijk gaan we niet alleen luisteren, we gaan ook doen. Een klinisch psycholoog is iemand die vanuit zijn expertise heel veel kennis heeft, die jullie ook in de opleiding gaan opdoen verder, rond de problematiek waar de patiënt mee zit. En door onze expertise kunnen wij onder andere in onze sessies psycho-educatie gaan meegeven wat patiënten vaak niet weten, hoe het komt dat ze depressief zijn, hoe het komt dat ze angstig zijn geworden. Dat is het eerste stuk. Wij gaan ook allerhande technieken gebruiken die jullie ook gaan leren. Wij gaan leren hoe mensen zich kunnen ontspannen, wat ze misschien niet meer kunnen. En dan komen we eigenlijk als therapeut, als klinisch psycholoog, op de proppen om ze terug te gaan motiveren om die dingen die ze niet meer doen, terug op te nemen. En om eigenlijk een steuntje in de rug te geven. Heel belangrijk als klinisch psycholoog is, en dat wil ik jullie wel meegeven, ik doe mijn job heel graag, omdat je er heel veel voldoening uit haalt. Je helpt elke dag mensen die problemen hebben, die zich niet goed voelen. En je maakt daar een stukje van uit om hun terug beter te gaan voelen. En dat geeft mij elke dag, als ik naar huis ga, een heel goed gevoel. Dus ik doe mijn job heel graag.